Igone de Jong kon niet meer om de lange relatie tussen Thijs Reumer en Noor de Groot heen. Voor haar betekende dit het einde van haar relatie met Thijs. Het leek erop dat Noor en Thijs hun liefde zouden voortzetten, maar verrassend genoeg is Noor terug bij haar man, Sander Kleineberg. Juist en Ganon merkte op dat Sander Noor een tijdje geleden ontvolgde op Instagram, maar nu volgt hij haar weer en heeft zelfs haar laatste foto geliket. Is alles weer in harmonie? Volgens Weekblad Story is Noor onlangs gezien bij het huis van Sander. Hoewel eerder werd gezegd dat Noor bij haar moeder verbleef, lijkt ze nu weer samen te wonen met haar echtgenoot en hun dochter. Sander geeft Noor de schuld en beweert bedrogen te zijn, maar gelooft dat het eenmalig was. Hij wijt de affaire ook aan Thijs, die volgens hem Noor verleidde. Ondanks twijfels van anderen wil Sander niet geloven dat er meer achter zit. Hij vreest een gebroken gezin voor hun dochter.